Hallo allemaal en welkom bij deze speciale kerstaflevering van... Merry Christmas! Merry Christmas van Minecraft en ja, inderdaad, eigenlijk hadden we daarmee moeten beginnen. Ja. Merry Christmas! We hebben speciale iets op het in petto wat we vandaag gaan doen. Want de kerstboom staat nog niet. Nee, inderdaad. En dat waren we eigenlijk een soort van vergeten. We hadden het zo druk met het kasteel. Ja, het is al bijna af het kasteel... Inderdaad. Wat doe jij nou? We gaan toch een boom maken? Ja, maar misschien is het beter om het een beetje in het midden te doen. Oh, oké. Okay. Ja, we hebben last van deze lelijke molen. Oh, nou ja, dan gaan we een beetje naar het midden. Ik volg jou. Met je mooie kerstpak. Mooi, hè? Nou, dit is toch wel mooi zo? Zal ik op iedere tweede ding een tak doen? Oh, wat doe jij nou? Ik denk dat hij hier beter staat, ja. Ja, we gaan vandaag wel in creators mode werken. Ja, want anders komen we niet ver vandaag met survival als we alles moeten verzamelen. Inderdaad. Zo is het wel een hele hoge boom. Nou, leuk toch? Ah, doe maar iets kleiner inderdaad. Zoiets. Wacht, we moeten natuurlijk een echte grote boom, die moet... De grootste boom uit Minecraft. Nou, dan zijn we nog even bezig, vrees ik. Ja, klopt. Ik denk niet dat dat geen één aflevering gaat lukken. Daarom moeten we er ook best wel wat gas op zetten. En dan komen hier straks takken en wacht even, hij moet ietsjes hoger. Zo dan, kijk. Zoiets toch? Oh ja, 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 tuurlijk. Dat is nog best een lastige klus, joh. Moeten er ook nog bladeren aan? Zo, is die zo goed? Ja. Yeah. Oh. Oh, dit kan wel wat langer, toch? Hoezo? We hebben toch een mooie kerstboom? Wordt die zo kort boven? Nou, oké. Laat maar zien. Ik ben benieuwd wat je... Ik film het vandaag wel. Doe jij de bladeren maar dan? En we moeten natuurlijk eigenlijk ook, want het is Minecraft, we moeten eigenlijk ook over iets hebben. Oh ja, over de kerst laten we het hebben, of niet? Wacht even, doe eventjes de onderkant. Wat, is die goed of wat wil je er nog aan veranderen? Of, De onderkant. Ik denk namelijk niet dat je zo helemaal gaat uitkomen. Oh wacht, ja wacht. Ik weet wat je bedoelt. Ja, want... Ik ga straks lekker eten. En nou, dat is toch wel een beetje waar kerst om draait. Een vreedzaam kerst, zeggen ze dan ook wel eens. Een vreedzame kerst. zoiets toch, denk ik. Zo mooi toch? Ja, toch? Ja, we moeten deze even wegdoen, zo. Ja, dat is wel mooi. Een vreedzame kerst. Oh, dit is wel heel blokkerig gelijk. Maar jij zijn die takken klaar? Ja, hier beneden wel, toch? Ja, oké. Okay. Maar hier is die zo blokkerig aan de zijkant. Dan moeten we echt even wat aan doen, zo. Ja, ga jij nog wat doen zometeen? Eten. Oh, lekker. En wat ga je nog doen? Ja, morgen is het tweede kerstdag. Dan gaan we uit eten. En dan vandaag hebben we eten gemaakt. Oh, lekker. Oh, wat doe ik nou? Oh, ze gaan me zo opeten, dus... Opeten, even... Krijg stiekem wel trek, dus ik heb het er liever niet over. Mag dit trommaaltijdje naar binnen werken, of... Nee, salades hebben ze gemaakt, als het goed is. Oh, ik heb nog... kip en kalkoen. Ik heb er nog een heel leuk verhaal over. Je weet toch al, die Turken, die kennen geen kerst, hè? Nee. Ik had een keertje hier een Turk en er was een hele... Oh, wacht even, er klopt nog iets niet in. Er moet een beetje meer vorm in komen. Dus moet deze weg, zo. Toch? Ja, en die dan ook. Ja, deze ook, zo. Maar dan moet deze terug. Zo moet die, denk ik. Ja. En
Die Turk die wou met kerst, wou die gewoon gaan werken met zijn dunne kraampje. Zijn busje, zijn dunne kraampje. En dan wou die lekker gaan werken op met kerstmis. En die, ja, toen stond ik daar met mijn vader. Toen zeiden we, nou, ik denk niet dat je veel klanten zou krijgen op met kerst. Om broodjes dunne te verkopen. Nee, echt niet, echt niet. Ik denk dat het goed gaat lopen, hoor. Zei je vader dat? Nee, dat zei die Turk. En toen zeiden wij van, nou, ik denk het niet. En uiteindelijk had hij het ook maar niet gedaan. Maar als je daar dan met kerst langs reed, dan was het gewoon echt hartstikke stil. Dus ik denk niet echt dat het... Dat iemand een kapsalonnetje komt eten. Op kerst? Nee, dat denk ik niet, nee. Hey, dan ga je wat andere dingen eten natuurlijk. Precies. Kapsalon is om op te nemen. Ja, op te nemen. Video's. Zo honger hebben. Oh ja, inderdaad. Dat bestellen we toch wel eens. Heel erg raar eigenlijk, hè? Ja. Dan hebben we gewoon een keer geen kerst. Nou, maak jij hem af, dan doe ik de versiering wel. Hebben we ook lampjes eigenlijk? Oh, de piek natuurlijk, ja. De fakkel. Of wat gaan we als piek doen? Ja, als piek... we kunnen als lampjes noemen dan fakkels, of niet? Ja, maar dan moeten we wel iets minder hoog doen. Anders heb je geen licht. Dan is het eigenlijk donker en dan heb je een boom zonder licht. Ja, dat is waar. Zo. Als piek. Je hebt wel gouden blokken hier, kijk. Zo, zullen we hem zo doen? Oh, wacht, noemen we hier de piek. Oh, wacht, ik weet wel wat. Even kijken hoor. Wat is dat dan? Weet ik niet, staat wel leuk. Nou, laten we even snel verder gaan met... we kunnen er ook gewoon dit op zetten. Hier, hoppakee. Gouden appel kan je er niet op krijgen, hoor. Wacht. Zo. Oh, dat kan niet. Laat maar. Wat kunnen we er als piek op doen? Van een piek. Ik heb al iets. Zo, prachtig. Ja, op zich wel. Zo. De fundering. Nou, hé. Hey. Hij klopt alleen niet hier. Het komt er mooi uit te zien, toch? Ja. Komt er voor, Mien. Hier nog een blok. Nou, ik ga alvast beginnen met de versiering. Want wat is een boom zonder versiering? Oh! Geen kerstboom. Nee, precies. Zo. Ja, ik vind het persoonlijk niet echt op een kerstboom lijken tot nu toe, maar misschien komt dat er nog takken zien. Het ziet er niet uit. Ziet er niet uit, nee. Het lijkt niet eens op een boom. Op een hoopje bladeren met wat stukken hout. Nou ja, laat het even eerst dan de bomen afmaken. Misschien komt er nog wat van vorm in. Er zitten allemaal van die monsters bovenin, joh. Verder gedaan.
doe jij nou weer, joh? Niks, hoor. Kan ze nog niet eens doodmaken, ook die beesten. Nee, omdat je geen zwaard hebt. Maar ja, laten we verder gaan. Inderdaad. Het ziet er niet uit. Nee. Heb ik een mooi kerstpak voor aangedaan voor zo'n lelijke boom. Kom jij maar eens even lekker. Hoi papa. Je ziet het hout niet eens, joh. Nee, dan is het wel goed, toch? Ja, op zich wel, ja. Maar kijk, deze ronde, dit moeten we hebben zo, zoals dit het is. En dan overal. Zo rond. Kijk, want daarboven... Hij klopt nog niet, hoor. Kijk maar hier. We hebben hier weer open stukken. Ziet er niet uit. Moet je maar eens van de afstand kijken. Ja, van dichtbij, dan is het nog wel mooi, maar moet je maar eens hierheen gaan. Ja. Wat is dat nou voor een ding? Nou, dit is een kerstboom. Oh, als jij dit nou eens even gaat, jouw kerstboomkunstjes gaat doen, dan ga ik wel eventjes nuttig zijn en een schaatsbaan maken. Want ja, wat is nou een kerstboom? Oh ja, dat hadden we daar ook nog van plan, hè? Ja, dan maak ik wel even snel een schaatsbaan. Weet je wel iemand die daarvan houdt, van een schaatsbaan? Ook vertel. Nou ja, in de server waren we een tijdje terug. En toen was er zo'n gozer. Die hield zo erg van schaats. Hebben we een schaatsbaan voor hem gebouwd. Die hield ook van paarden, ik weet ook niet. Paarden? Ja, die was naar een paard op zoek, die gozer. Daar was jij toch bij? Nou, dat weet ik niet meer dan, hoor. Oh. Ik weet wel dat... ik weet het niet meer... Wat doe jij nou? Dat zijn deuren. Oh, echt? Ja. Oh ja, ik moest deze dingen hebben. Deuren. Ja, dat zijn deuren. Nou, ik moet die hekken hebben, dat, ja. Dat zijn hekken. Ja, maak jij die dingen dan af? Ja, hier heb je een hek. Hopsakee. Maak ik die boom af. Ik mag het vuile werk gaan opknappen. Jij bent er beter in. Nou, dit kan iedereen nog wel zo'n dingen maken. Schaatsbaan. Ja. Maak je er ook zo'n hokje bij waar je eten kan kopen, chocomel en ettensoep. Oh, lekker. Een hokje. Hokje. Oh, wacht! Wat? Ik zit alweer bij je boom, joh. Gaan we de schaatsbaan onder de boom door laten gaan? Dat is wel leuk, toch? Ja, maar waar staat die boom dan op? Oh, wacht! Midden. Gewoon om die boom heen. Ja? Dat is wel mooi, toch? Ik even in survival modus, want dit is wel heel erg... Zo. Oh, wacht. Ja, dan is het even wat makkelijker dit met bouwen. Zie je nou Cobra 6 af te steken? Cobra 6. Hey, ik zit in survival mode, hè? Oh. Dat waren die Cobra 6. Waarom hoor ik een koe? Er loopt altijd een koe achter mij aan. Oh, dat is ons huisdier. Onze mascotte.
Doe eens normaal, joh. Hey. Er zit allemaal pijn in je kop. Ik zit in survival mode, Harry. Zo. Dat doe ik niet. Pokkenbeesten. Nou, dat ding komt zo natuurlijk nooit af, hè? Ik ben bezig met de boom. Ja, ik zie het. Klote spin. Spin. Dat hebben we toch een cash gedacht, hè? Met al die klote kutspin. Pokkenbeest. Zeggen jij, je moet een kerstgedachte hebben met kerst. Hebben we toch ook? Ja, heel erg. We vieren de vrede, hè? Vreden op aarde, vreten op aarde. Ja, inderdaad, ik heb wel zin in het vreten, dus ik heb inderdaad een... Een vreedzaam kerst. Een vreedzame kerst. En ook een liefdevolle kerst voor mijn liefde voor eten. Nou, kunnen die spinnen niet even weggaan allemaal? Hoe komen die daar dan? Ja, weet ik veel. Die heb jij er weer in gezet. Zullen we dat doen? /kill Dimitri 8988. Zo, die zijn weg. Hoppakee. Kunnen we hier schaatsen? Ja, maar dan moet nog even die baan komen. We moeten eerst een recht vlak hebben. Is die boom klaar? Nee, als we hier dat huisje, dat we hier zo'n koek en zoopje van maken. Ja, maak jij dat even? Ja, ik was met de boom bezig. Oh ja, maak de boom maar af. Maak de boom maar af. Koek en zoopje. Vreedzaam. En nu? En nu? En nu? Dit wordt dan het begin van de schaatsbaan. Zo, hier staat de boom. Oh, trappetje hier. Zo. Tempo er een beetje op zetten. Ja, dan kunnen we eten. Inderdaad. Kerstdiner. Nou, de omheining is er in ieder geval. Wacht. Een deur. Nou, we hebben een vlakke grond in ieder geval. Hoppakee. Zo, mijn koek en zoopie is bijna af. Oh, ja hoor, ik sloop de boel weer. Even kijken, er zit toch ook iets in Minecraft van ijs of zo? Ja, zal ik wel even plaatsen, wacht. Iemand hele huis aan het mollen. Pakijs heb ik hier. Is toch goed? Wat? Pakijs. Deze. Ja, die is goed. Mooi. Maak jij de kerstboom af? Doe ik dit simpele werk wel? Ik ben bezig met een koek en zoopie. Oh ja. Koek en zoopie. Dat heb je toch altijd bij een schaatsbaan? Of heb ik dat nou verkeerd? Oh, hier hebben we... Ik weet het niet hoor. Ik heb daar nooit op gelet hoe dat heet. Het heet koek en zoopie. Koek en zoopie! Nee, zo heet dat echt. Ik weet ook niet wat voor rare naam dat is, maar... Als je bij een schaatsbaan ertessoep kan kopen, heet dat koek en zoopie. Doe je wel eens meer aan de nieuwjaarsduik eigenlijk? Want dat komt binnenkort ook weer natuurlijk. Nee, ik nooit. Ja, ik ga wel eens naar kijken. Dan gaan we naar Scheveningen en dan gaan we die mensen uitlachen. Oh, ik heb het al eens gedaan hoor. Echt?
Ja, is lekker hoor. Maar oh, je ja, hebt het... waar heb je dat dan gedaan? In Scheveningen? Nee, in ik weet niet, een van de klein dorpje waar er niet gek veel bezoekers natuurlijk dan. Maar ja, ik kan je wel vertellen, als je het doet, het is koud, het was volgens mij aan het vriezen. Maar alles wat je de rest van de dag aanraakt, is warm. Dus als jij je computer aanraakt, oh wat is dat lekker die computer. Oh wat is dat lekker warm. Oh wat lekker warm. Oh wat lekker. Dus ja, nou dan, dan weet je een beetje hoe dat is. Ja, op zich klinkt het wel lekker. Ja, toch? Ja. En, ja, een keer proberen, maar dit jaar moet ik nog even overdenken. Nou, dat dacht ik ook iedere... ik denk ieder jaar, ja, ik ga weer meedoen dit jaar. En dan denk ik, slaap ik om 4-5 uur op oud en nieuw. En dan heb ik niet zoveel zin om dan om 10 uur mijn bed uit te gaan ervoor. Dus... Nee. Ja, dan moet je vroeg je bed uit natuurlijk, hè. Dat is zo vervelend. Dat begint om 1 uur of zo. Nou ja, je wil natuurlijk even eten en zo en alles. Dus 10, 11 uur, dan moet je toch wel je bedje uit. En ja, als ik weet niet hoe je laat jij altijd gaan maffen, maar bij mij is het toch wel 4, 5, 6 uur, hoor. Nou, het was een keer, toen heb ik helemaal niet geslapen. Dan dacht ik, nou, bekijk het. Ja, precies. Hé, maar... Ja, familie van ons ging wel eens met de Nieuwjaarsdijk meedoen en toen gingen we kijken. En sindsdien gaan we elke Nieuwjaarsdag naar Scheveningen toe om naar de Nieuwjaarsdijk te kijken. Nou, ook leuk op zich, toch? Ja. Nou. Het is een traditie om naar Scheveningen te gaan, maar ja, ik weet niet of dat dit jaar doorgaat. Maar ja, we zien het wel. Maar ik ben wel van plan ooit nog een keer mee te doen. Maar ja, dat zeg ik ieder jaar. Krijg je wel zo'n mooie muts? Mogen geen reclame doen. Ja, zo'n Unox muts. Oh, wat doe jij nou? Wat? Reclame! Oh. Maar die zit heel lekker in ieder geval. Zo, nou. Is lekker warm, zo'n ding erop. Is de boom af? Of moeten er nog lampjes, of wat is de bedoeling? Nou, de boom is nog niet af, hoor. Die jou nu aan het helpen met de schaatsbaan. Oh, wat is die schaatsbaan toch lekker zacht. Inderdaad. Oh, heerlijk. Zo, nou. Oh, hij is meer hard, want als hij zacht is, dan zakken we er doorheen. Oh ja, 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 klopt. Volgens mij zeg je tegenovergestelde. Hey, dat hoorde ik dat nou goed, dat geluid? Raam intikken. Dat heeft... Best als op die tv-toren vorige keer. Ja, wacht, ik zal... Tang, tang, tang. Ik zal het geluid even iets harder zetten. Doe nu eens. Tang, 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 tang. Maar ja, nu slopen we de ijsbaan weer. Wist het, hè? Nou, dit is dan de kerst, soort van kerstboom. Met, soort van. Met schaatsbaan. Ja, volgens mij moeten we hem nog even afmaken. Inderdaad. Er zit één versierseltje in ieder geval. Groene ballen, dat heb ik nog nooit gezien in een boom. Dat is waar. Het lijkt niet op een kerstboom. Nee, we doen maar wat. Ja, als er maar een boom staat met kerst. Wat voor boom, dat maakt ook niet uit. Want desnoods is het onkruid. Nog een stuk onkruid. Ja, ik vind kerst wel altijd de gezelligste tijd van het jaar. Dat is zeker een feit. Maar dat komt niet door die boom. Niet? Nee. Wacht. Beter zetten we die kaarsjes gewoon zo op. Oké, in de boom. Oh, wacht, dat gaat niet.
Oh! Kan dat niet? Nee. En dan doen we het zo. Ja, ook mooi toch? Aan elke bal een kaars. Nou, en dan is het echt zo, wat hebben jullie vandaag en vanavond gedaan? Dan vragen ze dat aan een kerstdiner, als interesse. En dan zeggen wij, ja, we hebben een kerstboom gebouwd. Op een spel. Ja, inderdaad. Wat heb jij op je kerst gedaan? Ja, inderdaad. Nou, ja. Levenloos een kerstboom zitten bouwen op een spel. Ja, nou ja, alles voor de kijker, hè. Dat bedoel, de kijker bepaalt. Ik zou hem van de onderkant... En aan de kijkers vragen de ouders dan zo van, wat heb je gedaan? Ja, naar een video zitten kijken waar ze een kerstboom bouwen. Ja. Ja, het heeft wel met kerst te maken. Precies. Oh ja, je moet wat te doen hebben op je kerst. Nou ja, zo lelijk is die in principe nog niet, hoor. Nee. Ja, morgen staat er een aflevering van Train Simulator online waar we een route in de sneeuw gaan rijden. Ja, dat gaat helemaal leuk worden, maar... Even dit afmaken. Ik denk dat we hem, zal het nog lang duren voordat hij klaar is? Nog wat versiertjotjes erin. Weet je ook wat ik zo leuk vind aan kerst? Al die kerstmarkten. Oh, altijd leuk. Maar ja, weet je wat het is? Dan geef je niet zo heel veel geld uit. Tenminste, je kan het wel heel veel geld uitgeven, maar dan geef je het allemaal aan, allemaal zooi uit, zeg maar. Ja. Ik ben naar de kerstmarkt in, waar was het? Düsseldorf geweest, in Dordrecht. Dordrecht ben ik ook een keer geweest, die is leuk, ja, hè? Inderdaad. Nou, heel leuk. Dimi, als ik hier zo eens even een rondje langs heen vlieg, dan ziet het er toch best leuk uit. Ik denk nog meer versiering erin. Ja, als jij dat doet, dan heb ik nog een hele leuk idee, want dan doe ik nog wat aan de buitenkant van de schaatsbaan wat lampen. Want dat is ook altijd, hè? Ja, anders zie je natuurlijk niks als het donker is. Precies. Oh. Hier, kijk. Oh ja, dit brengt de sfeer er wel in. Oh. Wordt het weer dag. Kan dat nou? Opeens is het nacht en dan opeens weer dag. Nou. Wil je onze kerstboom bewonderen? Dat kan gewoon met het server IP in de beschrijving van de video. Inderdaad, en dan hopen we niet dat je dit gaat mollen natuurlijk. Nee, precies. Dan heb je toch echt een probleem. Heb je een heel groot probleem. Nou, moet er nog iets van versiering in de boom? Versiering. Ik vind het maar een rare boom. Ja, we hebben niet... Oh! We hebben in ieder geval ons best gedaan ervoor. We zijn niet de beste bouwers en dat zullen we ook nooit worden. Nee, maar dan kan jij waarschijnlijk ook niet goed tekenen, of wel? Nee, kan ik ook niet. We zijn gewoon niet creatief. Dat bedoel ik. Nou, volgens mij als je goed kan tekenen, dan kan je dit ook goed. Nou ja, ik ga nog wat aantal versieringen zetten en dan doen we even een rondje. En dan, ik denk dat het... Oh, ik ga alles zitten te slopen, joh. Ja, bedankt. Nou, zullen we eens even kijken? Vind jij hem af of niet? Hallo?
zit te kijken. Ja. Wat moeten we ervan vinden? Er staat een boom in ieder geval. Er staat in ieder geval een boom. Mocht je hem willen... Of gewoon een stok met een paar bladeren eraan. Ja, inderdaad. En een paar blokken. Mocht je hem willen bewonderen, dan kan dat natuurlijk met het server IP. Dat vind je onder in de beschrijving. Dan mag je hem ook wel een beetje mooier maken. Mag dat wel? Ja. Als jij zegt van, nou, dit kan wel wat beter. Dan, kan dat aanpassen. Ja, inderdaad. Dan willen we je hartelijk bedanken voor het kijken van deze kerstspecial. Eerste kerstdag. We hopen dat je nog een fijne kerst zal hebben. Een vreedzaam kerst, zoals wij zeggen. Vreedzame kerst. Lekker eten. Heerlijk. Geniet ervan. Als je nog cadeautjes gaat uitpakken. Oh, spannend. Maak er nog wat leuks van. En vergeet niet te abonneren. Dan zijn we er zeker morgen weer. En voor dan nu. Tot ziens. Merry Christmas. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Oh, wacht. Ho, ho, ho. Moet je dat ook? Wacht. Doe even Merry Christmas met een echo. Merry Christmas. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Oh, wacht. Jij nu nog? Ja? Ho, ho, ho. Oh, wat leuk. Nou, doei. Doei.